Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending met een reportage van een medische patiënt die de werknemers van de ZVK trakteert voor de goede service. Nee, we zijn vanochtend een beetje verrast met een uitnodiging van een van onze verzekerden. Een verzekerde die onlangs naar het buitenland had moeten gaan voor medische behandeling. Die dienstverlening van ZVK in dit geval was zodanig dat meneer zo blij was dat hij de zorg kon krijgen dat hij dat op dat moment nodig had. Hij beschouwde dat wat hij heeft ondergaan als een soort wedergeboorte. En vanwege de fijne ervaring die hij heeft gehad met onze dienstverlening heeft hij ons, alle collega's van het ZVK vanochtend met het ijskarretje van Luciano getrakteerd. Wat voor ons een hele mooie geste, een geste die ons met heel veel genoegdoening, maar ook trots vult. Ik moet even uitleggen, per jaar hebben wij ongeveer rond de 8500 medische uitzendingen per jaar. 99% van al die medische uitzendingen vanuit Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, die lopen goed. Mensen krijgen zorg die wij voor hen toegankelijk maken, maar er gebeuren ook vaak soms dingen waarvan er dat soort dingen eigenlijk in de publiciteit komen en wat voor ons eigenlijk ook geen reden is om dat als kritiek te beschouwen, maar het is eerder als leermomenten hoe wij onze dienstverlening beter kunnen maken. En als wij verrast worden met zulke gesten van onze verzekerden, nou, het vult ons met heel veel trots en genoegdoening, want we doen het, we maken zorg toegankelijk voor mensen die dat nodig hebben. En dat is een activiteit die wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar met heel veel trots en genoegdoening doen. Ik heb een jaar geleden een hartinfarct gehad en toen moest ik met spoed naar Colombia. En alles is door ZVK echt perfect geregeld. Anderhalve week geleden ben ik voor controle teruggegaan. En ook dat is allemaal perfect geregeld door het ZVK. Dus ik wilde ze graag bedanken voor de manier waarop zij de dienstverlening hebben verleend. Waarom heb je gedacht aan een ijsje? Ja, Bonaire, warm. En nou ja, gebak doen we altijd allemaal. En een stukje fruit vond ik zo een beetje saai. Dus vandaar een ijsje. Nou ja, voor de eerste keer is het allemaal natuurlijk met spoed gegaan. En daar weet ik zelf niet heel veel van. Maar ik ben gewoon heel goed geholpen. En de tweede keer dat ik op controle moest, was dat natuurlijk op gepland. Dus ik ben hier op gesprek uitgenodigd. Er is mij duidelijk uitgelegd aan welke voorwaarden ik moet voldoen en nou ja, hoe zij mij zouden helpen. Ik kon een begeleidster meenemen die vorig jaar ook mee is gegaan. En het is allemaal nou ja, goed uitgelegd. Ik werd hier op het vliegveld werd ik goed ontvangen. We werden begeleid naar Colombia in het vliegtuig. Daar stond er een taxi klaar met een naambordje. Die wist precies waar ik naartoe moest. Ik kwam in het hotel en er lag er meteen een flyer klaar met de afspraak voor de dinsdag in het ziekenhuis. Nou, die dinsdagochtend stond er ook meteen een taxi klaar voor de deur. En toen ik in het ziekenhuis kwam, wisten ze ook precies waarvoor ik kwam. En nou ja, binnen 2,5 uur was alles geregeld. En na 2 dagen kregen we weer een berichtje dat we op zaterdag weer naar huis mochten vliegen. Dus uiteindelijk ben ik een week uit en thuis geweest. De nieuwe vereniging Azoteco, papiamentsenaam Asociación para Otorgamiento de Erfpacht sin Corrupción, is bezig met om voortdurend corruptie te stoppen met erfpachtgronden op Bonaire. We spreken met Michiel Bijkerk. Ja, de naam Azoteco is een afkort van de papiamentsenaam. En dat betekent erfpachtuitgifte zonder corruptie. Dat is de naam van de vereniging. En de vereniging heeft tot doel alleen maar om dat te bereiken. Daar hebben we een bepaald plan voor bedacht. Als we dat voor elkaar krijgen, dan gaat die corruptie ook weg. Die corruptie gaat niet helemaal weg. Corruptie is een fenomeen dat bestaat overal. In alle landen, sommige landen meer, andere landen minder. Als het een beetje corruptie is, dan kun je er nog mee leven. Maar als het veel te veel wordt, dan moet je er iets aan doen. Ons plan precies, dat komt dan in een tweede communiqué wel hoe we dat gaan doen. Maar dit is de opzet. En wij hebben dus een vereniging opgericht. En dat zijn allemaal gedupeerden. Als je lid wil worden, moet je gedupeerden zijn. Het zijn mensen die heel weinig geld hebben en willen dus een goedkoop stukje grond krijgen. Daar was het ook voor bedoeld. En die zitten al 5 of 10 jaar te wachten. En, kijk, dit is natuurlijk waanzin. En er worden wel erfpachtterreinen uitgegeven aan mensen
die het gewoon doorverkopen en die dan de winst in hun zak steken. En dat is een soort, dat is ook onderdeel van dat corruptie. En iedereen weet dat die terreinen ongeveer tussen de 25.000 en de 50.000 tegenwoordig over de bank gaan. En dat betekent dus een hoop mensen steken dat geld in hun zak. En er wordt allerlei dingen mee gedaan. Sommige politici krijgen daar delen van. Anderen die stopt in de partijkas, whatever. Maar het kost allemaal geld en dat wordt opgebracht door mensen. En mensen die 50.000 kunnen betalen voor een mooi terrein op Belnem of op Republiek. Misschien is het daar nog wel meer hoor, maar dat weet ik niet. Die kunnen het gewoon betalen. Je hebt het probleem niet. Maar de meeste problemen zitten bij de arme mensen die geen geld hebben en die dus een heel goedkoop terreintje moeten hebben. En die kunnen niet $25.000 gaan neertellen. En daar ben ik me van bewust. En ik weet door alle informatie dat dit al meer dan 50 jaar aan de gang is. Dus nu hebben we besloten, dit gaan we een keer aanpakken. En als het zo is dat het nieuwe plan van de overheid, dat op dit moment nog niet van kracht is, ligt nog steeds bij de Eilandsraad. Als dat inderdaad, ook in de praktijk, hè, niet alleen maar op papier, er komen nieuwe regels, dat zegt me geen moer. Ja, dus als het zo is dat blijkend de procedure die ook tijd neemt, als die bijvoorbeeld in januari wel erdoor komt en dan bijvoorbeeld aan het eind van het volgend jaar blijkt die in de praktijk te werken en al onze leden die hebben al een stukje terrein, ja dan goed, dan kunnen we natuurlijk zeggen, dan houden we op. Maar dat geloof ik niet. Ik heb het niet gezien, we zijn er open voor, we willen het ook zien, we willen ook praten met die mensen die ermee bezig zijn. We zijn er open voor, maar na 50 jaar van deze moeilijke situatie, om geen lelijk woord te gebruiken, kan je niet geloven dat in één keer zo snel omdraait. Omdat het hele systeem moet daarvoor omdraaien en de mensen die er werken moeten een andere mentaliteit krijgen. En dat doe je niet in een jaar, dat is niet zo. Dat kost je 25 jaar. En hoe dan ook, als wij ook deze zaak doen, dan is er ook nog een tweede vuurtje om de Eilandsraad aan te sporen om iets te doen. Ja, maar het is niet zo dat we daar niet over nagedacht hebben. Daar hebben we wel over nagedacht. Maar toch besloten, we zetten door. Grotendeels omdat we het niet geloven. Maar oké, als we ongelijk hebben, dan hebben we ongelijk. En dan zien we wel hoe we het oplossen. Hebben jullie gevraagd voor het nieuwe plan? Ik heb wel gevraagd, maar ik heb het niet gekregen. En dat is gewoon ook, dat kan ik ook begrijpen, die ligt nog bij de Eilandsraad, die moet nog worden besproken enzovoort. Dus ik heb daar ook niet verder over doorgevraagd. We hebben er wel over gevraagd. Ja. Ik heb eerst over gevraagd om te weten van, hey, misschien is er al, maar dat was dus niet het geval. De kortgeding tegen de overheid van Bonaire is wel afhankelijk van een nieuwe regeling voor het geven van een stuk grond. Michiel Bijkerk. Ik verwacht dat ik in de loop van de volgende maand die zaak ga indienen. Ik moet het nog op papier zetten, maar we weten al hoe het moet gaan. Maar ik bedoel, je moet het nog eerst uitwerken en kopieën van de allerlei dingen verzamelen. Een heel pakket wordt dat, allerlei mensen die dus daaraan meedoen. En mensen kunnen dus lid worden, maar dan moet je een gedupeerde zijn. Dus als jij al 10 jaar wacht, of 5 jaar wacht, of 3 jaar wacht, ook, want dat is veel te lang. Je hoort een stuk erfpachtterrein te krijgen in 3 maanden. Oké, in sommige omstandigheden, als het heel moeilijk is, 6 maanden, maar langer niet. Ja, want ik bedoel, dat is niet de bedoeling. Je hoort het gewoon meteen te krijgen. Als je aan de voorwaarden voldoet, natuurlijk. Je moet wel aan de voorwaarden voldoen, maar die voorwaarden, dat voldoen de meeste mensen aan. En als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan moet de overheid zeggen, nee, je kunt dat niet invullen, want je voldoet niet aan de voorwaarden. Je moet eerst daar en daar en daar aan voldoen. Dus al die mensen die ze hebben ingediend, die voldoen aan de voorwaarden. En die krijgen dat terrein gewoon niet. En die kunnen dan ook geen huis bouwen. Het is ook zelfs nog slecht voor de economie. Ja, want als ze gaan bouwen, ja, dan gaan de mensen hard werken. Dan krijgen ze misschien, hebben ze misschien tot de ringbalk voor elkaar gekregen op eigen kracht. En dan krijgen ze misschien een lening van een bank. En dan gaat het weer in de economie. Maar dat is ook nog eens een keer een aspect. En daarmee zie je dat te veel corruptie, dat gaat je ontwikkeling tegen. Je eigen economische en andere ontwikkeling gaat. Als het een beetje is, kunnen we ermee leven. Maar als het te veel wordt, dan gaat het niet. Als je tijd hebt, dan wil ik er nog even een voorbeeld van geven. Er was een keer doet er even niet toe welk land, we nemen maar Cameroen. Er was een minister van Financiën van Cameroen, die ging op visite bij zijn collega van Financiën in Italië.
En ze doen hun werk en die Italiaan die zegt, hé collega, kom, ga mee, gaan we even met de auto rondrijden in het landschap. En dan laat ik wat dingen van Italië zien. Ja, leuk idee. Ze rijden rond en op een gegeven moment zegt die Italiaanse minister van Financiën, zegt, zie je die brug daar? Hij zegt, ja, mooie brug. Zegt, 10% heb ik gekregen als steekpenningen. Oh, zegt die man, goed. Hey, boom, je bent goed, zwaai. 10% steekpenningen. Hij zegt, boom. 3 maanden later gaat die Italiaanse minister... gaat terug naar Cameroen en die gaat daar ook even praten met zijn collega. En die collega, die Cameroense minister van Vietnam, zegt, kom, ga even, even rondrijden in het landschap, kun je Cameroen zien? Hij zegt, goed, gaan we doen. Op een gegeven moment zegt die Cameroense minister, hé, zie je die elektriciteitscentrale daar? En die Italiaanse die zegt, wat, ik zie niks. 100% steekpenningen in mijn zak. En daar, met dat voorbeeld zie je, een beetje corruptie gaat nog. Als het te veel wordt, dan gaat je hele economie die gaat naar zijn moer. De MBO-mediastudenten kregen afgelopen week een workshop aangeboden van gastdocent de portraitmaster Felicia Schutte. This is the second time and they're all adults, somewhere between 17 and 20 plus. And today I chose to make it all about exploration. That are students that are in different levels of knowledge in photography, film, editing, media in general. And so to make it interesting for everybody, I thought like, okay, let's talk about exploration today, exploring yourself, your value that goes into loving yourself, giving the best service you can do. We will be talking about money. We talked a little bit and touched it a little bit this morning. And we actually started with an introduction of each student, like what are they good in? What do they need help with? And yeah, to share my way, of course, because there are a lot of different ways, but the point here is to explore themselves, to explore light, which they're just doing right now, explore the camera and explore what they love to do, because I believe that will lead their way in the future to, yeah, earning money with what they love to do. How was your reaction this morning? Great. There's only... Yeah, I think we would need to ask indeed them, but how I experienced the class, it was a very nice interaction. So like I said, we have different levels of knowledge, but also different level of personalities, or let's say just different personalities as we all are. And it's beautiful to see like everybody puts their experience in there and their personality in the class, and to see how I think collectively as a group share our experience and open up and empower each other and help each other. That's what I feel really strong in this group, that they really are like a family, and I've experienced that also last year at BIOF, that it's a really a family feeling. You come in, you leave your shoes outside, and you're in your living room, and together we have this morning and explore and ask questions and answer questions and just share. Because I'm just as learning as they are, and I maybe have specialized in a very specific area, which is women, photographing women and men when it comes to branding. But each of those young adults has their own specific talents and ideas and passions, and to all work that out. And I think the response is beautiful for me to see. Wij gaan naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Gastdocent Felicia Schutte, Bonaire's portraitmaster, geeft mee dat teruggeven aan de Bonaireaanse gemeenschap heel belangrijk is. I was thinking how to do it this year. And indeed, I chose to do it really low budget. Because, like I also said before to the class, when you're starting out, you have nothing. Maybe you even have only your phone. And you can start where you are right now. You do not need those fancy big things. Yes, of course, in time, when you start making money, you will improve buying better equipment and better cameras. But we are indeed today starting. And since the whites are not wall, because my studio is really small, I have white walls, light is reflecting, and that's the light I want to work with. There's a lot of different other approaches. You have studios that are painted completely in black, and it's controlled in a different way.
And I knew the colors here were, it were colorful walls. So I brought just simple bed sheets. So we basically built a box out of bed sheets and a black one. So you have the contrast. If you want to show something on white, I can do that. If you want to show something on black, I can do that. I can show how the light works, if it's reflecting or if it's absorbed. And that can be done super easy. You just hang up a bed sheet. And for the lighting, I chose to just get with those metal hardware store lamps. And yes, you need a good light bulb if you want more light, or you buy one for less light. And you can work with that. And then it's all about, in portraiture, about diffusing the light. And that's what we're going to practice today. And it's really that simple. And I, on purpose, also brought a really old backup camera to show them, hey, what is, if that's all I have, and we can make it work. And that's the beauty of it. No excuses. As a community, we can be really strong. And that is partly out of my own experience when I started working for myself as an architect, but more so as a photographer, because I didn't know anything about photography other than I love it. And back then I experienced there was no one really willing to teach. And that comes from a place of fear. Fear of it's going to be my concurrents. Fear of they're going to take away a job from me. And I have struggled with that. Also, I have been on the fear side. But when you manage to shift yourself to a place of giving and supporting, it comes back, first of all, 1,000 times. But then you create a community that can work together. And that counts for photography. It counts for architecture. It counts for other professions. Instead of doing this and being all afraid somebody can copy what you do, I believe in everybody's unique. I believe in abundance. I believe there's enough. And if we support each other, we together rise. And I believe that is maybe something for any kind of business. Like, what do you give back to the community? Maybe you can give a workshop in your field. So it, but it comes down to your own belief system and to, are you acting out of fear? Or are you acting out of love is the opposite? And that's for me my personal challenge every day. And even if I find myself back on the fear side, I'm like, hey, stop. You promised yourself to share what you know. And that's my way. And there's 1,000 other ways, but that way I can share. Be open, first of all. Be open to change your mind and your beliefs. Often it's not your beliefs. It's beliefs you have learned. So be open to change those and see what you truly love inside and just do it. And then be of service for the world and charge for it. It's giving and receiving in a balance. Michael de Fortune van A Plastic Free Bonaire en samen met de steun van Celibon en de goedkeuring van het bestuurscollege hebben zij een project ontworpen en uitgevoerd om 8 afvalcontainers aan de waterkant te plaatsen. About a year ago we put a project together, a plan together to put 8 trash recycle bins along the waterfront here, and we just got the approval a couple weeks ago from the executive council so that we can move forward with the project. And so what it entails is also some community involvement in it. We're having a photo contest in January, so where the local community can submit 2 photos, one of nature and one of culture. And the winning 8 photos will go and help decorate the bins. So we're trying to design a bin that enhances the waterfront instead of distracts from it, so that everybody can use. Well, currently there's only 2 to 3 bins along the waterfront, and with several hundreds of tourists that come walking along and locals that use the waterfront every morning, it's necessary. 70% to 85% of the trash comes in the ocean comes from land, and so it's very important that we try to do everything we can to reduce that and stop that from occurring for future generations and for the health of the ocean too. Recycling every year is taking a step forward. It's very important. It's part of the answer to the problem with pollution and plastics. But part of the answer is also a ban on plastics, on single-use plastics, which is currently in the works right now too. Yeah, this project was almost a year ago, January. We drew up the plans, and with our board of directors and several other people, we made some changes to it and
came up with the final version of the plan right now. And hopefully that if all goes well, we're planning to be completed as of March 1st and have an opening, a little ceremony. It's our hope that the other beaches, some of the other beaches on the island, will also instill a similar system, because it helps separate the glass and the plastic for Celebon to collect. And of course, we want more people to use the trash containers too. So right now, over 52% of the turtles in the world also already have plastic in them. Plastic bottles is the number one plastic in the Caribbean that we're finding on the beaches. So it's very important we do everything we can to reduce the trash on the in the oceans and on the streets of Bonaire too. A photo contest in January. There'll be more information upcoming, but right now it's going to be on a Facebook page. So it's only local residents that can enter the contest, but worldwide people can vote on the final eight photographs. We're also encouraging the schools to get more involved, to get involved with the photo contest, because we've designated one of the eight trash receptacles just for the schools to enter. So, and that will probably be done at Cha Cha Beach. So they'll have their own spot down there. It's important to note too that the trash in the oceans and on our streets is everybody's responsibility. It's just not one NGO or one government or one organization. It's all our responsibility. So we hope everybody participates in some way in this project. EQ Walk of Hope is weer om de hoek. We spreken met Shahira Libier over de wandeltocht van 1 december 2019. Dit jaar voor de dagen, voor de events, dan betreft Wereld HIV Dag. Wat we dan daarna op 1 december, is een zondag, hebben we dan een wandelmars. Dat begint bij Wilhelminaplein en dan gaan we daar bij de kerk rondom Bobbe Jans en dan terug bij Wilhelminaplein. Tijdens die wandelmars is het gewoon een stilte, want dan herdenk je aan mensen die zijn overleden aan het ziekte. En daarna bij het einde gaan we dan vieren aan de mensen die je zegt van je hoeft niet meer aan te sterven. Er zijn medicaties, er zijn methodes en daarom vieren wij nog de mensen die leven, die onder medicatie, die onder behandeling zijn, die daarmee zelf gewoon kunnen doorleven, gewoon normaal leven kunnen leiden. Wat is de situatie, de cijfers van HIV op Bonaire? Tijdelijk de cijfers op Bonaire, qua de hoogste groepje is tussen 46 en 60. Dat is een groepje van 28 mensen. Op de kleinere leeftijd, de jongste die ik heb is dan 18. Dat is tussen 18 en 30 heb ik dan ongeveer 7 mensen. En de leeftijd tussen 30 en 45 heb ik 16 mensen. Indrukwekkend is dat de hoogste percentage zijn mannen. Dus 42 mannen dan die geregistreerd zijn, want dat moet je echt in de gaten houden. Het zijn mensen die hier hebben zich geregistreerd. En we hebben dan alleen 14 vrouwen. En dan van de LGBT heb ik 1. Dat is toevallig een transgender persoon. En leuk om te weten is ook dat in die percentages, het hetero percentage is hoger. Dat zit rond de ongeveer de 23%. Vergeleken dan met de bi's en de queers. En die zit dan lager tussen de 4 en de 15%. Dus daar met die boodschap zeg ik van, het is niet een queer, het is niet een gay ziekte, maar het is gewoon voor iedereen, het discrimineert gewoon niemand. Dus gewoon test jezelf, laat jezelf altijd testen, bescherm jezelf voor alle ziektes, want niet alleen HIV, maar er zijn ook andere ziektes die ook kwalijk zijn. Het testen kan nu ook via een poli die jullie hebben. Waar moeten ze gaan om naar die poli gaan testen? Er is een HIV poli, infectiepoli wordt het genoemd. En dat is ook in samenwerking dan met EQ. Dat je kan daar aanmelden. Dus je hoeft dan niet direct naar je huisarts. Je kan gewoon bij de infectiepoli daar komen. Werk je met de verpleegkundige. Je werkt ook met de internist. Die jou dan kunnen behandelen, gelijk kunnen helpen. En dan is het nodig dan onder medicaties. Of is het dan nodig onder controle. En met de medicaties wil ik echt herinneren. Vergeet niet dat je het elke dag op hetzelfde tijdstip moet innemen. Om zowel jou te beschermen als dan je partner. Of je toekomstige partner. Dus het is echt van, hou je gewoon trouw aan je medicatie. Beroepsgeheim is sowieso nummer 1. Dus je kan heel anoniem, weet je. Het blijft dan tussen jou en dan het personeel van FM. Waar je dan gaat testen en waar dan de informatie daar blijft bij die verpleegkundige. Het enige wat ik krijg als ketenpartner zijn gewoon het statistiek. Zodat ik weet van hoe ga ik me richten op campagnes van preventies, van informatie. Zodat ik weet en het stigma dat niet alleen de gays, de LGBT community, zegt van oh het is die vieze homo's met AIDS. Nee.
Nee, het is niet zo. En dat is blijkt duidelijk uit de cijfers dat de hetero-percentage hoger is dan de LGBT-community. Na 62 jaar heeft Bonaire een nieuwe verkeerswet. Alleen handhaving is nog niet mogelijk, Caribisch Netwerk. Sinds 1 augustus van dit jaar heeft Bonaire nieuwe verkeersregels. Deze wet verkeersordening is voor het eerst sinds 62 jaar aangepast. En dat was ook wel nodig. Bert de Hennepe, kabinetchef van de gezaghebber, legt uit waarom. Een lange tijd gesproken, hè, over het invoeren van een nieuwe wegenverkeersverordening voor Bonaire. Nou, we hadden het al over de oude verkeersverordening is vanuit 1957. En, nou ja, je kunt van aangaan, er is in die tijd heel veel veranderd. Hè. In 1957 reden er 250 auto's hier op Bonaire. Nou, inmiddels is dat rond de 16.000. Dus dat maakt ook dat je gewoon behoefte hebt aan goede veiligheidsnormen. Dat je goed weet hoe je met elkaar in het verkeer omgaat. Ondanks dat de nieuwe verkeersregels wel al in werking zijn, lijken maar weinig mensen zich hieraan te houden. Zo rijden veel scooterrijders bijvoorbeeld nog steeds zonder helm. Dat komt omdat er nog niet gecontroleerd wordt. Dat gaat pas gebeuren vanaf 1 maart. Het zijn ook hele praktische dingen. Hè? Ook rondom wat ik al zei, die gehandicapte parkeerkaart. Dat moet helemaal opgezet worden. Parkeerkaarten moeten gemaakt worden, mensen moeten gekeurd worden. En er moeten afspraken worden gemaakt met artsen om die mensen te laten keuren. Ook bureau rijbewijs heeft meer tijd nodig. Zo moeten er nieuwe theorieboeken gemaakt worden. In principe met zo'n nieuwe verkeerswetgeving is niet heel veel veranderd. Want de basisregels die blijven gewoon bestaan, dus voorrangsregels. Het gaat meer om de borden en sommige aspecten zijn erbij gekomen. Zoals profieldiepte, het gebruik van gevarendriehoek bijvoorbeeld. Als een bus van een bushalte wegrijdt, moet je hem verplicht laten voorgaan. Dus dat soort zaken. Dus er zijn niet zoveel veranderingen, maar we zijn wel blij met de nieuwe wetgeving, omdat wij toch iets moderner aan de slag kunnen. En veiliger ook natuurlijk. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.